Hey mensen, en leuk dat jullie kijken op tweede paasdag. Het is vandaag, ja, uiteraard maandag. En jullie zullen denken, ja, hoezo maandag? Nou, ik upload dus vanaf vandaag 3 dagen in de week. Yes! Oké, daar krijgen jullie vandaag ook nog een update video over. Dus er zijn vandaag 2 video's online. Ja, er komen vandaag 2 video's online. Maar het is vandaag dus tweede paasdag en ik dacht ik moet gewoon weer een leuke paasvideo maken voor jullie. En de kaarten achter mij zien jullie dat er, ja, paaskaartjes liggen. Ze doen me denken aan Pasen, zoals ik gisteren ook al zei. Maar dat doet er ook niet toe. Wij gaan deze 2 pakjes openmaken in deze video. En we gaan kijken of wij hier weer super gave leuke kaartjes uit kunnen halen. We gaan eerst beginnen met deze Steam Sheets. En laten we eens gaan kijken wat hierin zit. Als eerste kaart krijgen wij natuurlijk de codekaart. Dan gaan we kijken. 1, 2, 3, 1, 2. En laten we hopen dat hier wat goed in zit. We krijgen als eerste kaart krijgen we een Litleo. We krijgen een Sneasel. We krijgen een Janma. We hebben een Ipom. We hebben een Clawitcher. We krijgen een Raffiary. We krijgen een Training Card Armor Fossil Shieldon. We hebben een Nutsleaf. Laatste kaart van het eerste pakje. Het is een Janmega. Oké. En dan de laatste kaart. Tronkroffel. We hebben een Mankey. Ja. Ik heb hem helaas al. Maar dat doet er niet toe. Hij is leuk om te hebben. En we gaan alweer door naar het tweede pakje. Het tweede Steam Sheets pakje. Laten we kijken wat hierin gaat zitten. Ik heb zoals gewoonlijk hier weer de codekaart. Leg ik hier neer. En we gaan kijken wat we hierin krijgen. 1, 2, 3, 4, 5. En laten we hopen dat hier een goede kaart in zit. Als eerste krijgen we een Barnyard. Kun je hem zo nog zien? Ja. We gaan door naar een Tangela. We krijgen een Joltik. Een Larvesta. Een Rufflet. Een trainer card. Greeny Dice. Een Klefki. Een trainer card. Gardevoir Spirit Link. En dan gaan we door naar de laatste 2 kaarten. Krijgen we een goede kaart? We gaan het zien. Het is een Clawitcher. Laatste kaart. Tja, een Seedot. Oké, nou, hier ben ik niet echt blij mee. Ik vond het een slechte pack opening, eerlijk gezegd. En ik baal hier wel een beetje van. Dat we op tweede paasdag niet iets leuks hebben gekregen. Dus. Ja. Oké, vooruit. Ik ga er gewoon wat extra bij pakken. Zonder te na te bedenken, pak ik een Pokémon Evolutions erbij. Dit is namelijk een fake pakje. En ik dacht, nou ja, fake pakjes zijn altijd wel lachen. Om te zien wat dit is. Ik ga deze gewoon openen, ook nog in deze video. Om toch nog een beetje leuk te kunnen eindigen. En kijken wat hier voor de grap nog in zit. Laten we gaan kijken wat hierin zit. Als eerste kaart krijgen we een Nidoran. We krijgen een Clefairy. Kijk, dit zijn wel leuke kaartjes om te zien. Mega LXM EX. Gewoon blijf me verbazen hoe ze dat voor elkaar krijgen. Om in die fake pakjes dit soort kaarten te doen. Een Diglett. Een Haunter.
Mewtwo EX. Een Ghastly. En ik zie dat daar ook nog wat op staat. Ik weet niet, ik kan het niet zo goed lezen. Wat? Sighty? Of zoiets? Het staat normaal nooit op deze kaart. Wel hartstikke leuk om te zien. En dan gaan we door in de laatste twee kaarten. Krijgen we een goede kaart? Deze is al omgedraaid, zie ik. Dus we gaan deze kaart ook wel even goed omdraaien. En laten we kijken wat hierin zit. Het is een Full Heal Trainer kaart. Zal het dan nog een leuke kaart zijn nog aan het eindigen? We gaan kijken. Het is een... Wauw. Mega Mewtwo EX. Ja, het zijn neppe kaarten. Zoals ik net al een paar keer zei. Maar het is toch in ieder geval leuk om toch weer zo te kunnen eindigen met wat leuke dingetjes en wat grappige dingetjes om te laten zien wat er in zo'n EX kaart zit. Of nou ja, wat er in zo'n fake pakje zit eigenlijk. Nou, 3 EX kaartjes. Ja, uit een fake pakje. Oké, hartstikke leuk om te hebben. Ja, dit was de tweede Paasdag video alweer. In ieder geval, als je nog zo meteen een video wil kijken en de update video wil zien, moet je eventjes om 3 uur terugkomen, dus over een uurtje. En dan staat de update video voor jullie klaar op dit kanaal. Ben je nog niet geabonneerd, ben je toevallig nieuw op dit kanaal, abonneer eventjes hier beneden alsjeblieft, dat zal me heel erg helpen. Dus hier beneden op het abonneerknopje drukken. En tja, als je deze video ook leuk vond, druk eventjes op het duimpje en dat is het eigenlijk een beetje. En zoals ik altijd zeg, bedankt voor het kijken en adios! Hallo, hier spreekt Ash! Willen jullie ook Pokémon meester worden? Nou, zorg dan dat je deze aflevering liked, dat je hem deelt met je vrienden en geef ook even een reactie, oké? Dan ga ik nu mijn reis weer vervolgen!